Hey, ik heb net mijn boterhammetje op en ik heb er wat bij gedronken. En ik vroeg me eigenlijk af, hoeveel water heb ik nou gedronken? Kijk, het is een merkloos flesje, want ik gebruik deze flesjes altijd meerdere malen. Ik was er altijd gewoon af in de afwasmachine, vanwege het milieu natuurlijk. Maar ik weet niet meer wat de inhoud is van deze fles. Dus dat moeten we even gaan onderzoeken. Want ik vroeg mij af of jij wel het verschil weet tussen volume en inhoud. Ik denk wel dat je weet dat ze alle twee in milliliters of liters of kubieke centimeters aangeduid worden. Maar wat nou het verschil is, dat weet je vast niet. Na dit filmpje weet je er alles van. Nou, als je wil weten wat de inhoud is van zo'n flesje, dan moet je er natuurlijk water in doen. En ik heb hier een hoeveelheid water. Nee, ik kan het wel andersom doen. Oh, nou zit het spetteren. Oh jee. Kijk, dat vullen we hem gewoon. Want dit heb ik zo'n beetje op. Ik gooi het water in een maatbeker. En dan ga ik meten hoeveel water daarin zit. Moet ik hem natuurlijk wel op een plat vlak neerzetten. Oh, help me even herinneren dat ik straks mijn bordje nog opruim. En ik lees hier af bij de kubieke centimeters. Ik zit op 500 kubieke centimeter, dus dat is 500 milliliter. Ik zit er iets onder. Dat maakt niet uit. Dus de inhoud van deze fles, dus dat wat erin heeft gezeten, was 500 milliliter water in dit geval. Ik drink nooit frisdrank. Maar wat is nou het volume van deze fles? Is dat niet hetzelfde dan? Nee, dat is niet hetzelfde. Het volume, dat is de ruimte die de fles zelf inneemt. Dat is de ruimte die het plastic waar deze fles van gemaakt is, inneemt. En daar gaan we een leuk proefje voor doen en dan moet ik even naar de schuur. Dus ik zie je zo weer in de schuur. Nou, nu je hier toch bent en je kijkt zo in mijn schuur, wil je me dan ook even helpen onthouden dat ik de schuur nog moet opruimen? Maar ja, er komt straks een grote vakantie aan en die ga ik opruimen dan. Even kijken. Oh, ja, die was ik kwijt. Mijn pijpersnijer. Een oude vliegenmepper. Waarom bewaar ik hem nou? Nou, om te onderzoeken wat er nou in zit. Dat wil ik weten. Als je de natuurkunde doet, dan moet je een beetje nieuwsgierig van aard zijn. Maar goed, ik heb hier een verfstripper. Dus niet zomaar een föhn om je haren te föhnen. Nou, je hebt me net gezien, ik heb daar geen last van om mijn haren te föhnen. Kijk maar, weet je nog. Dus ik ga deze fles verwarmen. En eens kijken of ik wat betere voorstelling van kan maken wat het volume is van deze fles. We hebben gezien dat de inhoud was 500 milliliter. Dat is een halve liter dus. Maar het volume, de ruimte die de fles, het plastic zelf inneemt, daar kan ik me nou niet zo'n goede voorstelling van maken. Dus als ik het nou eens ga versmelten, kijken wat er dan gebeurt. Nou, dat zal wel heel erg. Nou, het idee is toch wel een beetje duidelijk, hè? Het is ruimschoots kleiner geworden. Neemt ruimschoots minder ruimte in. Er zit natuurlijk nog een heleboel lucht tussen. Dus ja, vind ik het nog moeilijker hoor, om te zeggen wat het volume is. Maar ik denk zo'n 2 kubieke centimeter aan plastic. Tegen 500 kubieke centimeter aan inhoud wat die kon hebben. Nou, dat is toch wel een spectaculair verschil. Dit is het soort experiment waarvan ik zeg, don't try this at home. Dus niet thuis proberen, tenzij met toestemming van je ouders. Want sommige plastic soorten kunnen met deze temperatuur van de hete luchtblazer, de hete luchtpistool, sommige plastics vliegen al lang in de fik. En dat wil je niet meemaken in je schuur. Dus don't try this at home. Ik heb het je gewaarschuwd. Ik dank je wel voor je aandacht.
Oké, dan komt hier een samenvatting over het verschil tussen inhoud en volume. En dat ga ik eventjes opzoeken op het internet. Want ik had een website in gedachten, WisWeb. Dat kun je vast wel, wordt vaak gebruikt bij wiskunde. Ik neem deze eerste hit. Is meteen ook de goede, die ken ik toevallig. En dan ga ik meteen naar de applets. En dan ga ik bouwen met blokken. Kijk. Even opzij zetten. En dan ga ik vrij bouwen. Oké, dus stel. Op deze ondergrond van 4 bij 4. Laten we zeggen 4 bij 4 centimeter. Dus dan als ik blokjes ga neerzetten, dan worden het kubieke centimeters. Dus als ik nou een bakje ga bouwen. Om wat water in te kunnen doen. Dan kan het dus op deze wijze. Oh, zo. Nog een laagje erbovenop. Heb je nou al meegeteld hoeveel blokjes dat zijn? Nee, zeker. Nou, gaan we weer terug naar het begin dan. Het zijn er 24. Was je terug geweest? 24 kubieke centimeter. Want dit, drie stuks, dat herhaalt zich. Daar drie stuks, daar drie stuks en daar drie stuks. Je kan natuurlijk ook bedenken van hier vier stuks, daar vier stuks en hier twee en daar twee. Dus ook 12. En het zijn twee lagen, dus dat is 24 kubieke centimeter. Dat is het volume, dat is de ruimte die dit het materiaal inneemt waar deze bak van gemaakt is. Van die bouwstenen dus. Maar wat erin gegoten kan worden als een vloeistof, of als nog extra kubieke centimeters, dat is dus, het heeft een oppervlak van 4 vierkante centimeters zoals je ziet. Dus daar kunnen in de eerste laag 4 kubieke centimeters geplaatst worden. En in de tweede laag ook nog eens 4 kubieke centimeters. Dus de inhoud van dit bakje is 8 kubieke centimeter. Oké. Okay. En de plaats die dit bakje dus in een gunstige geval zou innemen als het helemaal samengesmolten is, net als in de vorige film, dan zou je dus dat zo kunnen doen. Een grondvlak van 3 bij 2. Dus de oppervlakte is 2 keer 3 is 6. En 6 gaat 4 keer in de 24. Dus nu moet ik daar nog een laag op leggen. Dat is 3. En bij de vierde laag heb ik dus lengte keer breedte keer hoogte. Dus dat is 2 bij 3 is 6 keer 4 is 24. Dus dat bakje neemt ongeveer deze ruimte in als alles weer samengesmolten is. Nou, dat bedoel ik maar. Nou, als je het nou niet weet, het verschil tussen inhoud en volume, dan weet ik het niet meer.